Code Rood in Beuningen. De gemeente luidt de financiële noodklok. Volgens het college dreigt er een miljoenentekort en moet er nu worden ingegrepen. We hebben ervoor gekozen om de investeringen die we van plan waren om te doen, om die te bevriezen. Daarmee kopen we tijd. En die tijd, we verwachten, ja, we willen uiterlijk volgend jaar om deze tijd bij de nieuwe begroting aan de raad kunnen zeggen, dit is de weg hoe wij tot een meerjarig sluitende begroting willen komen. En verder in het nieuws vandaag. Starspartij niet blij met maatregelen Waalbrug. En basisscholen aan de slag met het nieuwe telefoonverbod. De gemeente Beuningen krijgt vanaf 2025 te maken met financieel zwaar weer. Net als alle andere gemeenten in Nederland ontvangt Beuningen minder geld uit het gemeentefonds van het Rijk. En daarnaast blijven natuurlijk de prijzen en lonen stijgen. De gemeente Beuningen moet daarom zijn wensen, zoals het zwembad en de bouw van de nieuwe school, een jaar op onhold zetten. Ja, we spreken inderdaad over code rood. We zijn gewoon als gemeente geconfronteerd met enorme financiële tegenslag. We wisten dat we gekort zouden worden op het gemeentefonds. Maar na het opstellen van de perspectiefnota in de maand april, mei, ja, tot aan heden zijn we geconfronteerd met meer kosten en meer taken vanuit het Rijk waar geen middelen tegenover staan. En de ontwikkeling van loonprijsstijgingen. En dat de combinatie met de ambitie die we als gemeente hebben maakt dat wij een enorm begrotingstekort hebben voor het jaar 2025. Zonder ingrijpen duikt de begroting de rode cijfers in een tekort van 3,5 miljoen euro in 2025, is de verwachting. De gemeente heeft mooie plannen voor de toekomst en is door het sparen in de afgelopen jaren wel financieel gezond. Maar de plannen die ze willen, moeten wel worden herbekeken. En hiervoor gaan zij het volgende doen. Daarin kunnen we als gemeente aan drie knoppen draaien. Enerzijds is ervoor kiezen om investeringen in het nieuw beleid niet te doen. We hebben nu voor gekozen om het on hold te zetten voor een jaar. Dus we gaan uitstel van investeringen doen. Zodat we de tijd hebben om zowel met het college als met de gemeenteraad in gesprek te gaan. Waar gaan we onze middelen wel en niet voor inzetten. Daarnaast voor alle taken die we al doen gaan we kijken waar we kunnen bezuinigen en wat we kunnen uitstellen. Ja, en de laatste knop dat is het verhogen van lokale belastingen. En ja, heel eerlijk, we zullen ze alle drie nodig hebben om tot een gezonde, sluitende begroting te komen. Ja. En het on hold zetten van projecten betekent dus ook dat de voorbereidingen hiervan ook met een jaar op stop worden gezet. Nou, dat gaat eigenlijk voor alle voorzieningen waar we nu mee bezig zijn om daar voor nieuwbouw of renovatie op uit te voeren. Je noemde net bijvoorbeeld een zwembad. Ik denk aan een school of aan het vervangen van een sportveld. Dat we nu voor kiezen om alles on hold te zetten in de tijd, betekent dat ook dat de voorbereiding daarvan ook stil ligt. Dus dat heeft als effect dat alles voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld. Ja. En ondanks deze financiële tegenvaller blijft de gemeente toch vertrouwen hebben in de toekomst. Ja, toch rooskleurig. Omdat wij, we zijn financieel gezond. Iemand die al een tijdje Beuningen woont, weet dat we ooit onder preventief toezicht hebben gestaan. Maar dat is nu niet het geval, nog steeds niet. Maar om dat te voorkomen dat we wel weer onder preventief toezicht komen, zullen we wel keuzes moeten maken. Zowel in huidig beleid als nieuw beleid. We gaan het doen samen met de Raad om zoveel mogelijk ambities te realiseren en ook zoveel mogelijk voorzieningen bereikbaar te houden voor onze inwoners. Maar ik kan niet ontkennen dat sommige dingen wel zichtbaar gaan zijn. Bijvoorbeeld dat we voorzieningen wat langer openhouden dan in eerste instantie de bedoeling was. Ouders van de Nijmeegse zangeres Sieneke mogen sinds deze middag weer terug naar hun woning aan de Johanneshof in Lindholt. Een scooterrijder beschoot het pand een maand geleden met een vuurwapen. Vanwege het gevaar voor de buurt besloot de burgemeester toen om de woning te sluiten. De politie heeft nog niemand gearresteerd. Sieneke liet zelf vlak na de schietpartij op Facebook weten dat ze vanwege het lopende rechercheonderzoek geen mededeling kon doen. Het kabinetsbesluit om te stoppen met de stikstofmaatregelen kan rekenen op wisselende reacties. Johan Vollebroek van MOB denkt dat het kabinet niet goed over de gevolgen heeft nagedacht. Wim Brouwer van LTO Noord is juist opgelucht, want de gedwongen uitkoop van veehouders lijkt er niet van te komen. Het beleid is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat de natuur zou herstellen en het stikstofprobleem in Nederland opgelost wordt. Het kabinet maakte deze week bekend daarmee te stoppen en het is niet duidelijk wat ervoor in de plaats komt. Een uitgebreid artikel hierover is terug te vinden op onze website rn7.nl.
Aanstaande zondag, tijdens Oude Voertuigendag in Wijchen, zal er een bijzondere wagen worden tentoongesteld in de kasteeltuin. Het gaat namelijk om de Ferrari Formule 1 auto van Michael Schumacher. De iconische F2000, waarmee Schumacher in 2000 zijn eerste wereldtitel voor Ferrari behaalde, is een dag lang te bewonderen. Naast de Ferrari zijn er ook tal van klassieke auto's te zien, is er een tourrit en live muziek. Voetbalclub Juliana 31 uit Malden is nog maar één horde verwijderd van het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Woensdagavond speelden zij een belangrijke wedstrijd hierin tegen Gelderop. De Brabanders trokken de stand in de slotfase gelijk, maar Malden wist nog eens te scoren in de verlenging. Vanavond vindt de loting plaats en dan weet Juliana welke andere amateurclub het op 24, 25 of 26 september treft. NEC en de treffers zijn al zeker van deelname aan het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. De Waalbrug wordt deze week onder handen genomen. Er worden netten opgehangen om roestdeeltjes op te vangen die vanaf de brug naar beneden vallen. Toch leveren deze werkzaamheden nogal wat commotie op. Waaronder bij Stadspartij Nijmegen. Een iconisch beeld uit Nijmegen, de Waalbrug. Een iconisch beeld dat er volgens Stadspartij raadslid Gerry van Kampen niet mooi bij ligt. Nu worden er netten opgehangen om vallende roestdeeltjes op te vangen, waar nogal wat commotie over is ontstaan. Het ligt er verschrikkelijk bij en dat moet wat mij betreft echt heel snel veranderen. Ja, er gebeurt eigenlijk helemaal niks. Het enige wat nu gebeurt is dat er netten ondergehangen worden, zodat er geen verfschilfers, roetdeeltjes en meer van dat soort dingen in de natuur terechtkomen. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Een schilderbeurt uit 2020 is uitgesteld tot 2030. Schandalig, vindt Van Kampen. 4 jaar geleden was er om diezelfde reden nog een protest toen naar buiten kwam dat het nog langer zou duren. Vanwege de slechte staat van de brug treedt er roestvorming op, bleek uit een onderzoek van Rijkswaterstaat. Volgens Van Kampen zijn deze netten dan ook geen oplossing en moet er direct actie worden ondernomen. Die netten zijn een tijdelijke oplossing. Ik kan me ook niet voorstellen dat die netten 6 jaar moeten blijven hangen. Dan moeten ze tussendoor leeggehaald worden of zoiets dergelijks. Het is echt gewoon een hele stomme oplossing. Het is geen oplossing. Ja, er moet nu wat aan gedaan worden. Ik bedoel, we zien allemaal in welke staat de brug verkeert. En daar moet gewoon iets aan gedaan worden. Iedereen die zegt, het kan nog wel even, die moet zichzelf in de spiegel kijken en dan krijgt hij vanzelf een hele lange neus. Ook speelt de bekendheid van de Waalbrug een rol voor Van Kampen. Het is een iconisch beeld van de stad dat een goed aanzicht moet hebben. Nou, ik weet niet hoeveel keer eroverheen gereden heb, maar het is echt verschrikkelijk. Het lijkt wel een soort aftans iets. Ja, het is absoluut geen visitekaartje voor de stad. Van Kampen vindt dat het college in Nijmegen, maar ook Den Haag, gauw actie moeten ondernemen. Het college kan heel weinig doen. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk. En het Rijk ook een klein beetje. Het ding moet gewoon geschilderd worden. Alleen het college kan proberen om druk uit te oefenen op Rijkswaterstaat en op Den Haag. Om ervoor te zorgen inderdaad dat het ding echt gewoon voor 2030 geschilderd wordt. Het verbod op telefoongebruik bij middelbare scholen was al bekend. Maar deze regel is met ingang van het nieuwe schooljaar ook van kracht op basisscholen en speciaal onderwijs. Voor basisschool De Peppel in Beuningen was dit oud nieuws. Zij weten niet beter dan dat de leerlingen zonder telefoon in de klas zitten. En deze maatregel hebben zij ook niet voor niks. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen vooral met elkaar in gesprek zijn. Dus dan helpt het om de telefoons bij ons in te leveren. Dat doen ze aan het begin van de schooldag. En het eind van de schooldag dan mogen ze hem weer opkomen halen. Verder werken kinderen hier met Chromebooks. Dus als wij digitalisering willen doen, dan kan dat middels de Chromebooks. En zijn daar telefoons dus niet voor nodig. En naast dat de kinderen nu meer met elkaar in gesprek zijn, in plaats van naar hun schermpjes staren, is het idee van de overheid ook dat de kinderen minder snel zijn afgeleid en dat ze zich hierdoor beter kunnen concentreren. Nou, geen afleiding betekent meer focus. En de executieve functies binnen de school zijn er toch op gericht om zoveel mogelijk focus te hebben bij de lessen. Dus dat bevalt heel erg goed. De telefoon is natuurlijk heel veel afleiding, werkt ook soms verslaving in de hand. En dat moeten we denk ik helemaal niet willen. Maar mocht het nou echt nodig zijn, dan kan er altijd een overleg en uitzondering worden gemaakt. Heel zelden is het nodig, maar dan kan het ook altijd nog wel via de leerkracht. Dus we maken weinig uitzonderingen. En de leerlingen van de Peppel, die weten niet anders dan dat ze het mobieltje gewoon inleveren. Eigenlijk prima, ze zijn het hier gewend. Ze vinden die duidelijkheid ook fijn, dus het heeft nooit voor problemen gezorgd.
We kunnen alleen maar zeggen, met Chromebooks gaat dat hartstikke goed. En dat voldoet ook. Je moet het zien als allemaal devices. En de telefoon buiten je lessen houden is heel belangrijk. En kan anders voor heel veel afleiding zorgen. Dus die afleiding hebben we nu niet. En die willen wij ook niet. Dat zijn duidelijke regels voor kinderen. En daar zijn we eigenlijk heel blij mee. En de kinderen ook. En tot slot nog een leuk nieuwtje uit eigen huis. Het RN7-programma Novio is genomineerd voor de Lokale Media Awards 2024 in de categorie Video. De Lokale Media Awards worden jaarlijks uitgereikt en zijn een soort televisiering voor de lokale en streekomroepen. Novio is één van de drie genomineerden in de categorie Video. In het programma is te zien hoe presentator Lars van den Akker, als geboren Brabander, onderzoekt hoe hij een Nijmegenaar kan worden. Zo krijgt hij advies van Henny Linders, juicht hij voor NEC en leert hij rijden over het Keizer Karelplein. Op zaterdag 5 oktober worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een gala in Hilversum. Het programma Novio is terug te kijken via het YouTube-kanaal van RN7. Ik heb gehoord dat ik bij jou moet zijn als ik echt Nijmegenaar wil worden, want dat is mijn missie. Ja, ja. Ja, wat moet ik allemaal kunnen als Nijmegenaar? Wij Nijmegenaar zijn wereldkampioen Nuila, dus ja? Dat snap je wel. Dat moet je heel goed kunnen. Keizer Karelplein rijden, hè? Gewoon met de ogen dicht, boep eroverheen, ja? Katten. Juichen natuurlijk voor NEC en een hekel hebben aan de kleur geel met zwart. Opnieuw kregen we vandaag een mooie nazomerdag voorgeschoteld. Maar toch nog hoge temperaturen die rond de 28 graden uitkwamen. Langzaamaan gaat dat weerbeeld iets veranderen. Morgen leveren we al een beetje in met maxima rond de 26 graden. En ook houden we deze vrijdag niet helemaal droog. Zaterdag is nog even een uitschieter omhoog met 27 graden en veel zon. Maar zondag zakken we flink terug. Het wordt dan maximaal 23 graden en in de tweede helft van de dag wordt de kans op buien steeds groter. Zondagavond kunnen er enkele pittige exemplaren tussen zitten met ook een klap onweer. Dit was het RN7 Regio Nieuws van donderdag 5 september. Kijk voor het meest actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. De uitzending terugkijken kan altijd via ons YouTube kanaal RN7 Online. Daar zijn we ook al onze andere programma's terug te vinden. Wij zijn er morgen weer, dus graag tot dan.